Goedemorgen iedereen. Ik hoop dat jullie goed geslapen hebben. Mijn naam is Laurence, voor de mensen die mij nog niet kennen. Vandaag gaan wij onze 50ste quarantaine-yoga doen. Ik ben nog altijd super blij dat we dat doen. Ik hoop dat jullie ook nog altijd blij zijn, anders ja, doe dat niet meer. Hè. Maar ik denk wel, aangezien dat ik jullie berichtjes binnenkrijg, zie ik dat jullie er nog altijd heel blij mee zijn. Dus, vandaag gaan wij wat heupopeners doen. Ik heb gehoord dat dat een hele fijne is. Ik heb die nog maar 1 of 2 keer gedaan de voorbije 50 dagen. En ik denk dat het tijd is om dat nog een keer te doen. Yes, 50 keer. Echt ongelooflijk. Ik denk de dag dat dat 100 keer is, is het heel groot feest. Maar vandaag is het ook al een klein beetje feest. Alright, dus we gaan er direct aan beginnen. Drink een slokje water, doe je kousen uit, pak je matje, je yogamatje of het tapijt of eender waar dat je een beetje ruimte hebt voor jezelf. Eventueel zelf dichtbij een muur, want we gaan een klein beetje op één been staan, of ja, een klein beetje stabiliseren. Maar we gaan vooral werken op die heupen dus vandaag. Oké? Alright, let's do this. Oké, je mag vandaag beginnen op je rug. Dus we gaan onze heupen of onze rug liever op de mat zetten. Je mag je voetpalmen tegen elkaar zetten. En we gaan al een keer beginnen met die beide knieën mooi open. Je mag je handen op je buik zetten. Je mag je ogen sluiten. En je duwt je onderrug mooi in de mat, zodat we niet volledig gehold zitten, maar dat we mooi ontspannen in onze rug. Adem in via je neus. En adem uit via je mond. Adem in via je neus. En adem uit via je mond. Onze benen mogen volledig ontspannen in deze pose. Adem in via je neus. En uit via je mond. En adem in via je neus. En adem uit via je mond. Nu mag je je handen op je borst leggen. Beide handen op de borst. En we gaan enkele diepe inademhalingen nemen, maar ik ga jullie begeleiden. Adem in via je neus. 2, 3, 4. Even houden. En adem uit. 2, 3, 4. En houd. Adem in. 2, 3, 4. En houd. En adem uit, 2, 3, 4, en houd. Adem in, 2, 3, 4, 5, en houd. En adem uit, 2, 3, 4, 5, en houd. En een hele grote diepe inademhaling, 2, 3, 4, 5, 6 en houd. En adem uit. 2, 3, 4, 5, 6 en houd. Yes, en adem in en uit op je eigen tempo. Deze oefening is echt heel goed om gewoon een keer al onze longen, onze kleine longblaasjes, volledig te laten zuiveren. En ook om meer focus te hebben tijdens onze dag. Om meer energie te hebben. Dat is maar een kleintje. En je zou dat niet beseffen dat dat al die voordelen heeft. Maar onbewust heeft ons lichaam dat echt nodig. Ook voor een goede bloedcirculatie enzovoort.
Ontspan je ogen. Ontspan je gezicht. En sluit je benen. En je mag omhoog komen. En we gaan in dezelfde positie met ons lichaam recht zitten. Je mag eventueel je tenen, je grote tenen vastpakken. Oftewel het onderste van je voet. We gaan niet te hard trekken aan die voeten. Je mag wel je rug recht houden. Je kan ook een andere optie doen en je handen achter jou zetten. Zodat je rug mooi recht blijft. In deze pose is het belangrijk dat we niet helemaal gaan doorzitten, dat onze heupen niet gekanteld zijn, maar op, doe je heupen mooi recht. Alright. En je mag je handen ook op je knieën zetten. We gaan onze schouders volledig draaien. Even in deze pose. Zodat we leren ook ontspannen in ons bovenlichaam tijdens dat onze heupen misschien wel even in een uitdaging zijn. En andere kant. Maar ik voel dat alles soms al wat kraakt. Bij mij toch. En je mag je heup, je gezicht, mooi draaien in een grote cirkel. En andere kant. Laat je kin echt die bewegingen doen. Dus we gaan niet met ons gezicht of ons hoofd enkel draaien, maar draaien met die kin in een volledig grote cirkel. Yes, en kijk terug naar voren. Alright, we gaan in een kikkerpose zitten. Ik weet dat voor veel mensen dat een uitdaging is, maar dat is echt een heel mooie heupopener. Je mag je handen tussen je borst zetten. En hier gaan we proberen dat we niet dit doen, maar hop, duw je schouders mooi weg van je oren. Zorg dat je met je armen in een mooie actieve pose zit. Je handpalmen goed stevig tegen elkaar. Je ellebogen eventueel tegen je knieën. Zodat je ze een klein beetje open kan duwen. Als dat nog niet lukt, dan geen probleem. Stapje per stapje. Klein beetje per klein beetje gaat dat wel lukken op den duur. Ik weet in het begin kon mijn mama dat nog niet en nu is ze heel trots dat ze dat kan. Dus voilà. We blijven hier nog 3 ademhalingen. Nog 2. En nog eentje. En relax. Zet je handen en je knieën op de mat. En we gaan inademen en we gaan die rechterbeen in de lucht doen. Niet volledig in de lucht, dus niet dit. Maar gewoon in hetzelfde, in het verlengde van je rug. En adem uit en we gaan met je rechterknie naar je rechter elleboog komen. Adem in. Mooi rechtbeen gestrekt. En adem uit. En je rechterknie naar je rechter elleboog. Adem in, ondertussen zorgen we voor die actieve core, dus je navel trek je naar binnen. En adem uit, je rechterknie naar je rechter elleboog. Adem in, als je gevoelige knieën hebt, mag je rust een kussentje onder die knie zetten. En adem uit, phew. Adem in, strek die billen, span je billen ook op. En adem uit. En laatste maal adem in. Hop, alles opgespannen. En adem uit. En je mag je knie terug neerzetten. Hetzelfde met de andere been. Adem in, die linkerbeen mag mooi gestrekt blijven. En adem uit, breng je linkerknie naar je linker elleboog. Adem in, gestrekt. Die core blijft actief, die schouders blijven weg van de mat. En adem uit. Adem in. Hop.
En adem uit. Adem in nog twee keer. Adem uit. En adem in. Mooi rechtbeen, strekbeen. Span die billen op. En adem uit. En zet je been terug op de mat. Adem in. We gaan die rechterbeen, alsof dat je hondje bent dat aan het plassen bent, is, naar de rechterkant brengen. En naar beneden. Adem in. Op. En naar beneden. Adem in. En naar beneden. Probeer dat je lichaam, je bovenlichaam en je heupen niet mee compenseren. Dus dat enkel dat rechterbeen omhoog gaat. En naar beneden. En laatste maal. En naar beneden. Alright. Ondertussen zitten onze schouders nog mooi boven onze polsen. En we gaan naar de andere kant. Adem in. En naar beneden. We gaan hier een super strakke kont van krijgen. En naar beneden. En adem in. En uit. Adem in. En uit. Nog twee maal. Adem in. Adem uit. En laatste maal. Adem in. En adem uit. Super. Krul je tenen, duw je heupen in de lucht, naar de neerwaartse hond. En blijf hier even, voel dat je hamstrings misschien nog wat stroef aanvoelen. Het is nog maar ochtend. Straks gaat dat alweer veel beter voelen. Je mag misschien zelf een beetje je voeten uitwandelen. De ene heel duw je naar de mat en dan de andere. Oké, kijk naar voren. Je mag je knieën plooien en wandel of spring naar het voorste van je mat. We gaan hier even blijven wiegelen. Van de rechterkant naar de linkerkant. Je benen moeten hier niet volledig geplooid zijn. Gestrekt zijn. Integendeel, ze mogen een kleine bend hebben in hun knieën. Maar eventueel ook je ellebogen vastpakken. En je gezicht en je hoofd hangt volledig zwaar door. Blijf goed in- en uitademen. En laat je armen los. We gaan traag rugwervel per rugwervel. Omhoog. Traag, traag, traag. Tot uiteindelijk je nek. En adem in, breng je handen in de lucht, handpalmen tegen elkaar. En adem uit, laat je lichaam zakken. Adem in, zet je handen op je scheenbenen, mooi rechte rug. En adem uit, laat je lichaam zakken. Adem in, zet je vingertippen in de mat, mooi rechte rug. Je nek is in het verlengde van je rug. En adem uit, zet je handen in de mat en je rechter en je linkervoet ook. En we gaan traag naar beneden. Adem in. Mooie grote cobra. Of als dat niet lukt, een mini cobra. Dat mag ook. En adem uit. Krul je tenen. En doe je heupen in de lucht. Adem in. Breng je rechterbeen in de lucht. En adem uit. Zet je rechtervoet tussen je twee handen. Oftewel pak je je rechtervoet en zet je het tussen je twee handen met je handen. En we gaan onze rechterhand naast onze rechtervoet zetten. Onze rechtervoet naar het einde van ons matje. Naar de rechterkant van ons matje. En we gaan onze hiel van voor naar achter brengen. Of je mag hier ook een cirkel maken met je hiel. Die achterste been blijft mooi gestrekt. En als je aan het draaien bent, mag je ook in een andere richting met je hiel. En nu een kleine uitdaging. Oftewel blijf hier. Oftewel zet je ellebogen op de mat. Als dat niet lukt, geen zorgen.
Maar als je een kleine extra uitdaging wilt, dan is dat wel een goeie. En nog 3 ademhalingen. Nog 2. Nog eentje. En dan zet je terug recht. Breng je voet hop 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 terug naar het midden. Je knie nog naar beneden. En die rechterarm komt over je lichaam. En die pakt de rechtervoet vast. Als dat niet lukt, dan hou je die rechterbeen op de mat. En doe je rechterhand achter je rug. Dus optie 1 of optie 2. Wat dat voor jou het beste voelt. Als je kan, mag je misschien zelf een klein beetje meer met je schouders naar boven kijken, naar het plafond. En zet je linkervoet terug op de mat, je rechterhand terug in de mat. En je rechtervoet komt naar achter. Adem in, breng je linkerbeen in de lucht. En we zetten onze linkervoet tussen onze twee handen. Onze linkervoet wandelt hop 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 naar de linkerkant van onze mat. En onze rechter en linkerhand staan tussen onze, of naast onze linkervoet. Adem in, wiegel met je rechtervoet heen en weer, van achter naar voor. Of in een mooie grote cirkel. En draai naar de andere kant. En opnieuw, oftewel blijf je hier. Oftewel zet je je ellebogen in de mat. Voor een extra diepe heupstretch. Je probeert die achterste been mooi te strekken. Als dat niet lukt, geen probleem dat je die achterste been plooit en op de mat zet. Yes, nog 2 ademhalingen. Nog eentje. En zet je handen terug in de mat. We gaan onze linkerknie in de grond zetten. En we zetten onze rechterarm, oftewel achter ons. Oftewel pakken we die achterste been vast. Zorg wel dat je voorste knie nog altijd mooi boven je voorste hiel is. En je kijkt eventueel met je gezicht naar boven. Merk ook als je inademt, en als je uitademt, dat even al de spanning ietsje vermindert bij elke uitademhaling. En laat je knie of je voet terug los. We zetten onze linkervoet hop 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 terug naar het midden. En zet je linkervoet maar naar achter in neerwaartse hand. Heel goed bezig. Alright, je mag je knieën op de mat zetten. En we komen even in child's pose. En oké, je mag kiezen ofwel hoe je je handen naar voren. Oftewel zet je ze even naast je lichaam in een klein bolletje. Yes, adem maar goed in en uit. Voel je borst tegen je knieën, tegen je billen. Ontspan je kaken. Ontspan je ogen. Maar we zijn nog niet klaar voor vandaag, dus niet te ver wegzinken. Mag je handen in de mat zetten. Je mag je tenen krullen. We duwen ons op naar neerwaartse hand. Kijk naar voren, plooi je knieën en wandel op spring naar het voorste van je mat. Adem in, breng je handen onmiddellijk omhoog. Adem uit, zet je handen tussen je borst. Adem in, breng je handen omhoog, handpalmen tegen elkaar. Adem uit, laat je lichaam zakken. Adem in, zet je handpalmen op je scheenbenen, doe je schouders weg van je oren. En adem uit, laat je lichaam zakken.
Adem in, zet je vingertippen in de mat, mooi rechte rug. En adem uit, zet je handen in de mat, rechter en linkervoet naar achter. En we gaan traag naar beneden. Adem in, mooie grote cobra of een kleintje, als dat niet lukt. En duw je heupen, of je zet je tenen in de mat en duw je heupen in de lucht. Adem in, breng je rechtervoet naar boven. Adem uit, zet je rechtervoet tussen je twee handen. Pivoteer die achterste voet op de mat in 45 graden. En adem in, welkomen naar Warrior 2. Blijf hier even, je voorste knie is mooi boven je voorste heel. Amai, dat was een moeilijke. En adem in, breng je linkerhand op je linkerknie, je rechterarm boven je hoofd. Je kijkt eventueel naar je rechterelleboog. In reverse warrior. Dus die voorste knie is geplooid en de achterste been gestrekt. En we zetten onze rechter elleboog op onze rechterknie. En onze linkerarm komt boven ons hoofd. En ook opnieuw hier, oftewel kijk je naar voren, oftewel kijk je naar die elleboog. Probeer je balans te houden. Yes. Heel goed. Komen terug naar Warrior 2. En nu gaan we onze twee handen naar voren zetten en we gaan die achterste been proberen hop in de lucht te duwen. Yes. Probeer goed te stabiliseren op die rechtervoet. Die been mag niet volledig gestrekt zijn, dus dat mag een beetje geplooid zijn. En nu gaan we onze linkerknie, dat in de lucht is, gaan plooien en onze heupen mooi gaan openen. Dus je handen zijn nog altijd op de grond als dat lukt en anders pak je ergens een muur. Yes. En we gaan terug, gecontroleerd terug met die linkervoet naar achter. En kom terug naar Warrior 2. Heel goed, zet je handen naar beneden. Kom je rechtervoet naar achter, een neerwaartse hond. En nu komt onze linkervoet naar boven. Adem uit, breng je linkervoet tussen je twee handen. Pivoteer die achterste voet, dat je voet op de mat staat. En adem in, kom je Warrior 2. De schouders duw je mooi weg van je oren. Je voorste knie is mooi geplooid boven je voorste heel. Je achterste been is mooi gestrekt. En adem in. Kom met je rechterhand op je rechterknie en je linkerarm boven je hoofd. Ook hier mag je eventueel kijken naar je elleboog. En adem in, breng je linker elleboog op je linkerknie en je rechterarm boven je hoofd. Blijf goed in en uitademen. En adem in, kom terug naar Warrior 2. Of tweede krijger. En we gaan onze handen naar voren zetten. En die rechterbeen komt omhoog. Je voorste knie of je knie dat je aan het stabiliseren bent, is niet volledig gestrekt. Met een kleine knie knikken en onze rechterbeen gaan we plooien om die heupen mooi open te krijgen. Maar eventueel zelfs spelen een beetje met die voet. En je knie mooi in de lucht. En we gaan traag gecontroleerd die rechtervoet er op de mat zetten. Hop, en we komen naar Warrior 2. Adem in, kom je twee handen terug naar beneden. En je linkervoet
komt naar achter in die rechtse hand. Arm in, kom naar voren en arm uit. En we gaan traag naar beneden proberen zakken. Adem in, we gaan ons lichaam, ons bovenlichaam opduwen en onze ellebogen onder onze schouders zetten. Hier gaan we mooi onze schouders wegduwen van onze oren en onze heupen duwen we goed in de mat. Onze volledige benen duwen mooi in de mat. Tot de voeten. De schreef van onze voet. Duw je schouders weg van je oren. En zet je handen terug naast je borst. Adem in, duw jezelf op. Breng je rechterbeen omhoog. Je linkervoet komt tussen je twee handen en we draaien onze beide voeten op naar voren. En we gaan ons lichaam, ons bovenlichaam volledig laten zakken. Adem in, we gaan onze rug mooi rechten, onze vingertippen in de mat. Als dat niet lukt, dan zet je je voeten een klein beetje wijder misschien, zodat je wel aan de mat kan. Oftewel pak je gewoon een kussen of een blokje of een boek of zo, zodat je hier eigenlijk die stabilisatie krijgt. Ook hier gaan we onze knieën niet volledig doorstrekken, maar een klein beetje plooien. En adem in, zet je rechterhand op je rechter scheenbeen. Je linkerhand op je rechter scheenbeen, sorry. En kijk door je twee armen. En adem uit, zet je hand terug. En adem in, breng je rechterhand naar je linker scheenbeen. En kijk tussen je twee armen. En zet je rechterhand terug. Adem in, mooi rechter rug. En adem uit, laat alles even zakken. Eventueel mag je zelf je ellebogen vasthouden. En je bovenlichaam volledig ontspannen in deze pose. Alright, adem in. Terug, mooi recht terug. We gaan onze knieën of onze voeten een klein beetje dichter bij elkaar zetten, niet volledig gesloten. En we gaan terug naar onze kikkerpose. Je handpalmen mooi tussen je borst. En je voelt misschien nu al dat er een heel groot verschil is met daarstraks, dat veel beter lukt. Dat je veel stabieler bent, dat je heupen meer open zijn. Opnieuw duw die schouders weg van je oren. Adem goed in via je neus. En adem uit via je mond. En nu 3 ademhalingen blijven. Adem in via je neus en uit via je mond. En laatste maal, adem in via je neus en uit via je mond. Heel goed, je mag je heupen op de mat zetten. Je mag jezelf in een klein bolletje zetten. Een grote diepe knuffel. En we gaan in een bolletje traag en gecontroleerd proberen naar beneden gaan. Dat is niet gemakkelijk. Yes. En we liggen op de grond in een bolletje. Alright, je mag van de rechterkant naar de linkerkant wiegelen. Duw je onderrug goed in de mat. Een kleine massage voor onze onderrug. En zelf voor onze schouders. Onze schouderbladen. Even goed voor die bloedcirculatie daar te krijgen. En ook onze heupen even dicht te brengen, doordat we hier in een bolletje zitten. Maar we gaan onze heupen terug open brengen, want we gaan onze beide voeten in de lucht zetten.
onze handen aan de buitenkant van onze voeten. In babypose noemen ze dit. Tamelijk grappige pose vind ik zelf. Maar dat kan wel een keer deugd doen. En we wiegelen terug van de rechterkant naar de linkerkant. Opnieuw doe die onderrug goed in je mat. Probeer jezelf te stabiliseren, zodat eigenlijk je core nog altijd ook actief blijft. En dat je niet omvalt. En die heupen zijn mooi open. Super. Alright, kom nog een keer in een bolletje. Nu met je kin mooi op je borst. En geef een kusje naar je linkerknie. Eentje naar je rechterknie. Zeg tegen jezelf dat je heel graag ziet. Klein beetje zelfliefde op deze zaterdag. Altijd belangrijk, of dat aan je zaterdag is of maandag of woensdag. En je mag je benen volledig laten ontspannen. Je handpalmen wijzen naar boven. En je armen en je handen liggen op de grond. En we gaan even volledig ontspannen. En terug focussen op onze ademhaling. Maar eventueel je handen op je buik leggen. Zodat je het mooi voelt dat je buik op en neer beweegt samen met je ademhaling. Voelt dat je veel meer energie hebt dan daar straks, dat je veel wakkerder bent dan daar straks. En wees dankbaar voor dat half uur of die momenten nu dat we nemen voor ons eigen lichaam. Om even enkel en alleen te focussen op ons lichaam. Dankbaarheid zit dan soms in die kleine dingetjes. Blijf goed in- en uitademen. Als je aan dingen aan het denken bent, zet dat even op een wolkje. En blaas het weg. En breng je focus terug op je ademhaling. Je mag hier zo lang blijven liggen dat je zelf wilt. Of je brengt je linkerarm naast je linkeroor, je rechterknie gestrekt en je draait je rechterknie over je linkerbeen in een comfortabele positie. Zet eventueel je rechterhand onder je wang. Mag je nog altijd je ogen sluiten. Je mag nog altijd focussen op je ademhaling. Ook hier mag je zo lang blijven liggen dat je zelf wilt. Of je duwt jezelf op en kleermaker zit. En je mag je handen op je knieën zetten. Mag je schouders volledig ontspannen. En we gaan de laatste keer een mooie grote cirkel maken. Met je schouders. Misschien voel je wel wat een groot verschil dat is. Aan de andere kant. Yes. En maak je heel diep inadem via je neus. Heel je longen vol met zuurstof zetten. En adem uit via je mond. En je volledig ontspannen. En glimlach vind ik je heel mooi. Dat is heel gezond. Toon je tandjes. Breng je handen tussen je borst. Namaste. Ziezo. Ik weet niet of jullie weten wat dat namaste betekent. Maar dat betekent ik zie het beste in jou.
Of ik zie jou op zich en ik zie het beste in jou. Dus ja, dat is een heel mooie betekenis, vind ik zelf. Nu, voilà, dat was de les van vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, dat die heupen nu volledig open zijn. Met heel, heel, heel veel plezier. Ik ga er blijven voor gaan. Dus morgen zijn wij er opnieuw voor de 51ste keer. Ziezo, deze video komt ook op YouTube en op Instagram TV. En een hele dikke merci voor iedereen dat al zo lang blijft kijken. Dat is echt super leuk. Dat zorgt ook een beetje zo voor dat online community gevoel. Dus dat is echt super, super leuk. Als jullie ons nog willen steunen, ons e-boekje staat nog altijd op onze website met allemaal vegan gerechtjes. 50 keer dankjewel. Jullie merci. Kei tof dat jullie erbij zijn. En dan ga ik jullie laten. Dan zou ik zeggen, your vibe attracts your plant tribe. See ya. Bye bye.